Goeiedag, dit is het nieuws van 11 november 2020. Allereerst het corona-overzicht. Landelijk is het aantal besmettingen opgelopen tot 5.424. In de regio is de verdeling als volgt. Wij gaan de kaart en het overzicht. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. U ziet Wassenaar 8, Den Haag 169, Rijswijk 12, Westland 52, Zoetermeer 33, Leidschendam-Voorburg 27, Pijnakken-Noordorp 19, Delft 33 en Midden-Delfland 9. Totaal zijn er 370 mensen positief getest. En dat is vrijwel gelijk aan gisteren. Het risiconiveau in onze regio blijft nog steeds zeer ernstig. En wij blijven u natuurlijk nog steeds aanmoedigen. Binnenblijven, handen wassen en bij klachten laat u zich testen. U belt daarvoor 0800 1202. De gemeente Den Haag verstrekt ook volgend jaar een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Daarvoor is de gemeente een samenwerking aangegaan met verzekeraar VGZ. Omdat dit een samenwerking is die al bestond, verandert er niet zoveel voor de verzekerden. Ze blijven verzekerd van uitgebreide zorg. De gemeente en VGZ willen zo dat de zorg voor alle inwoners met een laag inkomen toegankelijk blijft. Inmiddels maken zo'n 55.000 inwoners met een laag inkomen, dat gaat om maximaal 150% van de bijstandsnorm, gebruik van de huidige Haagse zorgverzekering. De nieuwe zorgpremies worden vanaf 12 november bekendgemaakt. De gemeente Wassenaar zet een website op waar verwezen wordt naar organisaties, hulpverleners en verenigingen. Het zijn organisaties die zich specialiseren in gezin, opvoeden en relatie, zorg en welzijn, leren en werken, actief zijn wonen en leefomgeving, geldzaken en actieve hulp. Het is veel bij elkaar, het is een soort digitale kaartenbak waarin u kunt zoeken. Wassenaar zoekt nog wel een passende naam voor deze nieuwe website. Er zijn drie namen waar u uit kunt kiezen. Thuisinwassenaar.nl, meedoeninwassenaar.nl en service.wassenaar.nl. U kunt uw voorkeurkeuze doorgeven op www.wassenaar.nl. De pakketten van de voedselbank in Leidschendam-Voorburg bevatten deze week wasbare mondkapjes en desinfecterende handgel. Hiervoor werkt de voedselbank Leidschendam-Voorburg samen met een lokale ondernemer en de gemeente. Ali Goleli, eigenaar van GSM Walhalla uit Voorburg, heeft per voedselpakket 3 wasbare mondkapjes per persoon beschikbaar gesteld. De gemeente leverde een bijdrage voor de desinfecterende handgel. En zo kunnen inwoners met een krappe beurs ook op een veilige manier de noodzakelijke boodschappen doen als een mondkapje verplicht wordt gesteld. En tot zover het journaal van vandaag. Heeft u nieuws voor ons of foto's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv. Meer uitgebreide informatie vindt u op www.regionieuws.tv, u downloadt de app of u kijkt dagelijks naar Regio TV. Info thuis.